3, 2, 1, go! Met 102 knuffels in 1 minuut haalt Oost Nieuwkerken het wereldrecord binnen in deze specialiteit. Dat stond op 77 knuffels per minuut. Het record is een stunt van de burgemeester om zijn gemeente al knuffelend in het Guinnessboek te krijgen. Een knuffel, dat is de handdruk van het hart en dat is de ideale manier om terug dicht bij elkaar te komen en een warme maatschappij, een warm hart toe te dragen. Ja. Komt u zelf veel liefde tekort? Ik heb liefde over, laat het ons zo stellen. En ik wil die maar al te graag met iedereen delen en vandaar ook dit evenement. Ja. Er komt heel wat kijken bij zo'n knuffelrecord. Vooraf worden er goede afspraken gemaakt. Elkaar is goed vastpakken, maar ook niet meer. Stiekem in de suikerpot roeren zit er niet in. Wanneer wordt een knuffel handtastelijk? Ik denk het is heel belangrijk de houding van de handen. Als je knuffelt en gaat misschien iets te laag met je handen, ja, dan is het misschien van, hé, hier is iets meer aan de hand. Maar ik denk dat een knuffel op de rug een hele goede positie is voor je handen. Het is wel de bedoeling dat het bij knuffelen blijft, toch vanavond in ieder geval. In Oost-Nieuwkerken weten ze van wanten en kijken ze blijkbaar op geen rondje knuffelen meer of minder. Ja, iedere dag knuffelen. Anders de dag beginnen met de knuffel is een goede dag. He. En wat doet u dan precies? Elkaar vastnemen en omarmen. Ja. Hoe ver ga je daarin? Oh, dat kan heel ver gaan. He. Ja.